Oh, ik begin altijd met een sprookje. Ja, dat doe ik. Ik begin, dat is een reden voor. Ik begin met een sprookje, maar dat doe ik omdat ik ook weer eindig met een sprookje. Kijk, en dan is de voorstelling dus eigenlijk rond. Ja, precies. Ja, dus de voorstelling is dan rond en dan... dus het is vanavond een sprookjesachtige, cabaret-achtige avond vanavond. Ja, het is dus een ander soort voorstelling dan mijn vorige voorstelling. Mijn vorige voorstelling was, en had ik hier een tafel. Ja, wie had hem trouwens gezien, trouwens de vorige voorstelling? Had jij hem gezien? En hoe heet jij? Jos. Jos. En Jos, de vorige voorstelling, die was hilarisch, hè? Weet je dat nog? Ja. Dat is nou niet zo. Want nee, want je moet hem eigenlijk elke keer vernieuwen. Hè? Je moet elke keer iets anders, iets nieuws en je moet groeien, je moet hem eigenlijk ontwikkelen. En zeker op toneel, dus ja, ik vind het zelf ook niet leuker. Maar het is wel een ontwikkeling. En het is belangrijk, hè, Jos. En Jos, ben je eigen aan het ontwikkelen in het leven? Ja? Ben je aan het groeien? Oké. En doe je dat bewust? Ja. Je bent bewust met je eigen ontwikkeling bezig? Oh, dat is heel goed. En ben je vanavond alleen gekomen? Nee, met een collega. Met een collega. En de collega heet? René. René. Mooi zo'n starter. René. En René, merkt jij dat Jos zich ontwikkelt op het werk? Hartstikke zelfs. Echt waar? Gewoon waar je bij staat, ziet hem groeien. Echt waar? Oh, maar goed. Het is goed, hè? Het is leuk om te horen, toch, Jos? Maar Jos en René hebben het wel goed begrepen. Het is inderdaad vanavond een interactief programma. Dus ja, ik heb zelf, zeg maar, 20 minuten materiaal. Ja, lach maar. En de rest komt van jullie. Dus zet hem op, hè? Verras me, Jos. Succes. Nou, allemaal welkom natuurlijk in Oosterhout. Ik vind sowieso, dit was meteen de avond Oosterhout. En ik vind het altijd leuk om in Oosterhout te komen. De Oosterhout kan ik namelijk gewoon zelf met de auto vinden. Ja. Kan ik echt gewoon, heb ik gelukkig mijn navigatiesysteem niet nodig. Want ik heb zo'n navigatiesysteem. Weet je wat er is, René? Zo'n navigatiesysteem, toch? Dan weet je wel wat het is. Ja, hè? Ik geloof het officiële systeem heet Karin. En dan zo'n hele mooie mevrouwenstem. En die zegt dan elke keer bij de volgende schrijf moet u links. En dan moet u rechts en zo. Dus dat vond ik zo mooi. Dus daar wou ik ook een hebben. Dus dan had ik er een voor mijn verjaardag aan de familie gevraagd. Dan hadden ze allemaal geld bij elkaar gelegd en rondgebeld. En nou heb ik er een. Maar of ze hebben een hele goedkope gekocht. Maar ik denk zelf eigenlijk dat ze er een zelf in elkaar geknutseld hebben. Want die van mij, die heet Gerda. En er is een hele oude vrouwenstem. En eigenlijk het enige wat die doet, die zegt elke keer... Volgens mij had hier linksaf gemoeten. Maar... Ja... Ook te laat en zo, dus ik kom nooit ergens met Gerda. Dus... Oosterhouten kan ik zo vinden, dus... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind al die nieuwe dingen vind ik wel leuk, hoor. Die nieuwe elektro, zo'n navigatiesysteem vind ik leuk. En zo'n en een blender. En ja, echt een roesap. En telefoons. Ik heb zelfs zo'n ringen... trouwens, dit is een goed moment om nog even extra te kijken of de telefoons uitstaan. Want soms is het niet kwaad bedoeld van mensen, maar sommige mensen weten niet eens dat die uit kan. Maar maar ze kunnen uit, dus even voor de zekerheid. Ja, kijk maar even voor de... Staat die uit? Ik heb hem niet bij. Je hebt hem niet bij? Oh, daar waren we aan het voelen. Aan uw benen? Ja, je hebt een heel kleintje en die hebben in uw benen verstopt?
je hebt van die zakken aan de zijkant. Oh, daarom maar zo aan het zoeken. Die begint zich nou al te betasten. Maar dat was gewoon... Het was de telefoon zo zoekgetocht. Oké. Okay. Nee, want soms vergeten mensen, en dat is niet erg, maar dan is het toch vervelend. Dan gaat zo'n telefoon tijdens de voorstelling af en dan moeten we gaan straffen. En dan... Nou, we hebben vorige week echt twee mensen moeten executeren. En dat doe ik wel op een hele leuke manier, maar er is toch drukte de stemming. Dus ja, dat is raar, hè? Maar dus we gaan nou terug gewoon het sprookje in, toch? En dan zien we wel waar het schip strandt.